Sinds wanneer ben jij weer begonnen met roken? Toen ik mijn dochter uit de cel moest komen halen, leek het me gepast moment weer een pakje te kopen. Hey. Hey. Je bent niet gek. Er was wel iemand die avond bij Chef. Wat? Het was niet Olaf. Ik was het. Oké, we hadden ruzie. Jij respectloze slet! Chef wilde me duidelijk weg hebben daar. Ze was op iemand aan het wachten en het was duidelijk niet op Joes. Get over it, Mai! Jij bent mij niet en je gaat me nooit zijn! Joes hoeft je afgelikte boterham reden. Hou alsjeblieft je bek! Kijk even zelf naar je sletterreed, man. Ze ging me filmen en I lost it. Ja. Waarom spring je niet gewoon naar beneden? Kijk op mijn aandacht. Gaat hoor. Ik ging naar beneden om haar telefoon te halen, maar toen ik daar was, dacht ik, fuck haar. En ik heb hem mee naar huis genomen. En toen bleek ze de volgende dag dood te zijn. Ik dacht dat als de politie dit filmpje zou zien, dat ze zouden denken dat ik haar geduwd had. Ik was gewoon zo bang dat ik... Dat je het bewijs verstopt hebt. Waarom hielp je me dan? Om je van het spoor te houden. Maar toen ineens liep alles zo ziek uit de hand. Ik begon je steeds meer te geloven. Dat het geen zelfmoord was. Wat nou als degene waarmee Seth vreemd ging haar wel geduwd heeft? Helemaal toen ze zwanger bleek te zijn. Alles veranderde gewoon in één grote plot twist. Mai, serieus? Waarom zou ik jou nog geloven? Je bent de hele Alex, reden dat ik... luister, ik zweer het je. Echt. Seth kon een fucking bitch zijn, maar ik zou er nooit wat aan doen. Ik ga naar de politie. Ik had het veel eerder moeten doen, maar ik ga ze nu alles eerlijk vertellen en dan moet ze je wel vrijlaten. En dat filmpje? Ik heb de telefoon wel weer aan de praat kunnen krijgen, maar er staat een code op. De politie kan hem zo uitlezen. Ik heb dit ding fucking lang achtergehouden. Hoe denk je dat het overkomt? Ik weet echt even niet wat ik moet zeggen, maar... Zal ik lekker lasagne maken? Ja, dat klinkt goed, man. Hey, Alex. Hi. Hallo. Fijn dat je weer thuis bent. Dank je. Kan ik je helpen? We zijn een excuus verschuldigd. Er was inderdaad iemand bij Savine op de toren die nacht. Haar beste vriendin Maya. Wauw. En dat hebben jullie helemaal zelf uitgezocht. Die is verdiend. En wat gaat er nu met Maya gebeuren? Nou, die zit nog vast voor. En er is een signaal van Savine's telefoon op het adres van de familie Sleeswijk waargenomen. Zoals je zei. Maar Maya zegt van niks te weten en een huiszoeking levert ook niks op. En nu? Er klopt iets niet in dit verhaal. Als je iets ontdekt of iets bedenkt wat zou kunnen helpen... Ja, dan bel ik jullie. Graag. Nou, ik ga weer. Ben je niet opgelucht? Mystery solved. Ik weet het niet. Maya heeft hem wel gelogen, maar ze is geen moordenaar, Cher. Wat als er nog iemand na Maya op die toren was? Ze was toch op iemand aan het wachten? Als diegene nou na... Oké, kappen nou. Heeft Netflix je dan niks geleerd? Het zijn toch altijd degene waarvan je het minst verwacht? Kijk eens.
Daar hebben we Posthoorns eigen dorpsgek. Wat goed dat jij terug in de community bent. Ook voor jou is er een plekje in de maatschappij. Hi, Liao. Jullie jaarboeken? De redactie had wat ruimte tekort, omdat we een paar pagina's over Chef hadden. Dus hebben we alle onbelangrijke mensen moeten inkorten. Nou, jullie hadden me er helemaal uit mogen laten. Sorry, hoor. Ah, iemand Duco gezien? Ja, ik vraag het aan jou, omdat jij zijn leven hebt verpest. Geef mij zijn jaarboek maar. Ik breng hem wel. Oh, dus nu heb je opeens wel een hart. Nadat je alles opgefokt hebt. Wat cute! Wat? Geen witty comeback? Nee. Je hebt gewoon gelijk. Ik weet dat ik het verpest heb. Het is misschien een beetje laat, maar ik ga proberen goed te maken. Mag ik hem? Hi. Ik ben... Ik weet wie je bent, Alex. Ja, tuurlijk. Nee, ik wilde... Sorry ook, van alles. Ik dacht... Is Duco ook thuis? In de garage. Ah ja, dank u wel. Duco. Hey. Hey, wat doe jij hier? Ik kwam even zeggen dat het me spijt. Het was nooit mijn bedoeling om je pa te outen. Ik wilde Duinoors reputatie redden en mijn eigen fout rechtzetten, maar ik heb er gewoon niet zo goed over nagedacht. Sorry. Nou, whatever, man. Hij loopt toch tegen iedereen, dus ik ben sowieso klaar met hem. Duco, zoiets geheim houden is verschrikkelijk. En dat doe je meestal niet voor jezelf, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Ik wil dus alleen maar zeggen, je kiest niet van wie je houdt. Ja. Alex, stop. Fuck. What the fuck, Duco? Je fucking psychopaat, ik kom nog wel je jaarboek brengen. Ga je scooter bellen of nou? Licht eraan. Was jij bij Olaf die avond van Sef's dood? Nee. Olaf is vroeg weggegaan van het schoolfeest. Maar ik zweer het, hij zei dat hij naar huis ging. Zij kan het niet geweest zijn. Fucking Olaf. Fuck! You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Hey, jij. Oh my god. Zeg jij niet, zeg maar, vast voor, zeg maar, moord? Innocent till proven guilty, dames. Maya, waarom heb je me niet teruggehebt? Is het waar? Was jij het gewoon al die tijd? Ik was het niet. Ik was er wel bij, maar ik heb Dus je hebt gelogen? Joes, ik kon niet anders. What the fuck, Maya? Een beetje blijven die mensen halen. Heel gebroken jaar. Maar we hebben het gered. Ik ben trots op jullie. Waar is ze? Wat doet zij hier? Frank. Hoe kan een moordenaar zomaar vrijgelaten worden? Frank, rustig. Ik moet met je praten. Frank, kom. Ga niet langer zo, Frank. Als je nu naar huis gaat, dan laat ik het mij waarschuwen. Frankie. Ja, dan komt je vrouw aan, hè? We gaan even met haar praten, dan kun je zo lekker naar huis. Kom. Kom. Hoe zit het nou met Maya? Is ze verdacht of niet? Het onderzoek is gesloten. What the fuck? Maar is hij zelf er van alles die klopt? Ik weet het. Orders van hoge hand? Luister eens. We zijn met juffrouw Iedema hier helemaal geen verklaring schuldig, hè? Dus als het jou behaagt, zou Roosmalen en ik graag even met de directrice babbelen. Kom. Spijt me, Alex.
Hey, gaat het? Bedankt nog. Sorry, maar mis ik iets? Waarom was jij na 3 seconden alweer vrijgelaten? Wie heeft Joffrey nou waarom gekocht? Ik kan wel zeggen dat ik onschuldig ben, maar Polsen heeft het toch wel helemaal bedacht. Wat denk jij? Ik geloof haar. Duco heeft gelogen over Olaf. Ze waren helemaal niet samen. Oh shit. En er is nog iets. Wat? Fuck. Er staat een filmpje op van de ruzie tussen Maya en Sef. Misschien als we die kunnen zien, dan weten we wat er gebeurd is die avond. Alleen, ik weet de pincode niet. Dit is toch belachelijk? We moeten dit gewoon bij de politie inleveren. Hell no. De Ipilaar zit echt diep in Joffrey's zak. Kan jij die proberen? Ja, nee, die dingen zijn goed beveiligd. Please. Ali, het lukt me niet. De politie wel, die trekt dat ding zo leeg. Maar goed, Ipilaar gaat ons dus niet helpen. Ipilaar misschien niet. Ik weet dat het onderzoek gesloten is. Maar wat als ik nieuw bewijs heb? Hard bewijs. Kan ik je vertrouwen? Wat heb je dan? De telefoon van Sophie. Hoe kom je daar aan? Alex, dat is strafbaar, dat weet je, hè? Beloof je dat het niet in de doofpot belandt als ik hem aan je geef? Luister, ik ben al teruggegaan naar Ivo. En hij heeft inderdaad iemand horen weggaan toen hij bij het lichaam van Sophie stond. Maar meiden, dat pleit Maya nog steeds niet vrij, hè? Er staat een filmpje op van de ruzie tussen Maya en Sef. Haar laatste moment op de toren. Misschien kunnen we erachter komen wie er nog meer bij was die avond. Nee, sorry, ik kan hier niet. Nee, jullie moeten nu gaan. Vertrouw erop dat het goed komt. I'm not your friend. Blij dat jij het een keer niet bent. Lian Chi, je bent geslaagd met een 8,2. Geweldig. Ja, geweldig. Ik heb niet eens iets voorbereid. En ik dacht, misschien kunnen we beginnen met een korte geschiedenis van Lian. Het was een warme zomeravond in 2003, toen ik geboren werd. Het was een zware bevalling. Toen mijn moeder zei dat ze een fonkelend gevoel had in haar buik toen ze zwanger van mij was. She wasn't wrong. Hey, zwaai even voor de gram. Meen je serieus? Waarom spring je niet gewoon naar beneden? Ik krijg nog wat aandacht. Wacht. Spoel eens terug. Naar beneden. Ik krijg nog wat aandacht. Die rode jas? Er was gewoon nog iemand bij die toren. Daar lijkt het wel op. Maar er is meer. Kennen jullie... Ene Vito? Nee. Jij? Nee. Ja, alleen van de Godfather. Toen pas was het moment dat ik besefte wat mijn leven daadwerkelijk inhield. Dank u wel. Olaf Sleeswijk, jij bent geslaagd met een 8,7. Woe! Fantastisch. Geweldige leerling, ja. Vroeg volwassen. Altijd met zijn neus in de boek. Dostojevski, Oscar Wilde, Hemingway. Ik heb ze allemaal langs zien komen. Nou, nog stoppen met roken. En dan zijn we nu aangekomen bij Alex Idema. Gefeliciteerd, hè? Geslaagd en gestoord. Lach maar. Je fijne future is zo over. Mevrouw Irma, geslaagd met een 7,4. Gefeliciteerd! Oh, ja.
Ik wil graag nog even iets zeggen. Dit is een bloemlezing uit het werk van een bloedmooie tiener. Die helaas verliefd werd op de verkeerde man. Vito, ik heb zin in je. Sophie en ik in jou. Ze gaat vanmiddag tennissen. Zin om te neuken? Alex Idema. Tot zoverre was het nog romantisch. Maar toen bleek onze heldin zwanger. En Vito vroeg haar, van wie? Van wie denk je, lul? Weet ik veel met wie jij allemaal neukt? Alleen met jou, jammer genoeg. Vito was zo lief om voor haar een afspraak te maken bij de abortuskliniek. Maar tot zijn grote ontsteltenis wilde Sophie de baby houden. Ik heb het hartje gezien. Ik wil het doen. Doe normaal, mafkees. Watch me. En toen ging deze Vito naar de vuurtoren. En het einde van dit tragische verhaal is jullie bekend. Vito was zijn bijnaam. Vito Corleone. The Godfather. En er is maar één Godfather hier in Posthoorn. Ja, wat kijk je nou? Denk je nou echt dat ik zo dom ben om mezelf Vito te noemen? Huh? We gaan ontkennen. Vito? Je zet de telefoon gaat, Geoffrey. Of zou ik je voortaan Vito noemen? Sophie? Mijn Sophie? What the fuck is er mis met jou? Mai, het was dus niet Geoffrey. Wist jij dit? Was chef echt alleen maar helpen. Olaf? Hou je mond! Daniel. Dit wordt een rechtszaak, dat beloof ik. Je bent ontslagen. Oké, super. Ik dacht dat niet. Meneer Sleeswijk? Wat is hier aan de hand? Roosmalen, hier. Schatje, maak je geen zorgen, het is een misverstand. Ze hebben niks. Denk jij godverdomme wel niet. Alles wat jij doet, gaat via mij, ja? Eerst via mij. Wist jij dit? Ze heeft ons kind aan huis bij ons. Nou, zo kinderachtig was ze anders niet, hoor. Zij deed altijd alles om alle aandacht te krijgen. Ze was 17. Net als ik. Of ga je haar nu ineens de schuld geven van Jos' fucking gore gedrag? Je had haar moeten beschermen. Zij werd niet voor niets de slet van 6 VW. Mama, ze is dood! Maya, ga nou niet heilig lopen doen. Jij was degene die tegen haar zei dat ze moest springen, hè? Nou, schiet op. Olaf! Wat een ongelofelijke schoft. Het spijt me dat we je niet meteen geloofd hebben. Dat vind ik echt heel erg. Die klootzak, ik ga hier echt niet meer wegkomen. Dat beloof ik je. Hey, wil jij misschien rijden? Je hebt je spullen meegenomen. Maar mijn hart die ligt nog hier. En terwijl ik lag te dromen, heb jij een ander. Niet te geloven, niet te geloven. Oh, kijk uit, schat, focus op de weg, alsjeblieft. Ja. Oh, nee, maar het gaat goed hoor. Maar... Oh, die Sleeswijk is wat een gekke familie, toch? Of niet? Nou, bizar toch dat je het zo blijft verdedigen. Ik zou je door de voorruit hebben gegooid. Mam, ze is dood! Maya, ga nou niet heilig lopen doen. Jij was degene die tegen haar zei dat ze moest springen. Wacht. Wat doe je? Alex. Maya. Wat doen jullie hier? Op die toren zei jij dat Sef moest springen. Toch? Ja. Heeft iemand anders dat filmpje gezien?
alleen jullie, met. Heb je het er met iemand over gehad? Nee. Hey, Alex. Hoe wist jouw moeder dan precies wat jij gezegd hebt? Het was niet Joffrey die op die toren was. Ik ga nu naar die toren en ik zweer het je als jij dat doet. Nee, ik kom niet. Jeff? Wil je lift? Het kan me niet schelen wat je doet. Hou op met bellen. Ze was achter de affaire gekomen. En was bang dat Joffrey misschien voor het jonge, mooie meisje zou kiezen. Hij is toch allemaal klaar met jou? Waarom spring je niet gewoon naar beneden? Dus we krijgen nog wat aandacht. Oeh, als ik dit voel, nou! Ik... Ah! Het jongen! Maar eenmaal op de vuurtoren liep de confrontatie uit de hand. Janet? Wat doe je? Blijf. Uit de buurt van mijn man. Jij bent nog maar een kind. Wij krijgen samen een kind. Wist je dat? Kut wij! Hier van me! Ah! Het was een ongeluk. Maja, het was nee, een ongeluk. Nee, 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 blijf daar! Blijf daar! Posthoorn. De perfecte plek om op te groeien. Iedereen rijk. Beleefd. Gemoedelijk. Iedereen doet zijn best om perfect te zijn. Koste wat het kost. Bedankt, Alex. Voor alles. Het is een plek waar een meisje achterblijft dat nooit ouder dan 17 zou worden. Maar ook een plek waar jongens hun verdiende loon krijgen. Joffrey. Hartstikke bedankt. Hè. Ja, niks zo. Ga je goed, hè? Ja. Hoe kun je hem nou laten lopen? Zeg, wordt het nou niet eens tijd dat jij een ander onderzoekje begint? Nou, dat heb ik al. Oh. Ik ga een onderzoek leiden naar corruptie binnen het bureau. Dank je wel. Posthoorn is de plek waar ik leerde dat als je iets voor elkaar wil krijgen... Licht. ...je het eigenlijk altijd zelf moet doen. Een grote boze wolf laat ze lopen. Typisch. Alex. Dacht je nou werkelijk dat je dit zou kunnen winnen? Eerlijk? Ja. Och, meisje toch. Lach maar. Waarschijnlijk de laatste keer dat kan. Wat wou je doen dan? Ik? Niks. Frank. Alex, kom. Hey, Alex! Dus, als jij me vraagt hoe ik me voel... best wel super. We fucking made it. We hebben de middelbare school overleefd. Ja, letterlijk, hè? Ja. Hey, Maai, hoe is het nou tussen jou en je moeder? Ik hoef de Sleeswijkjes nooit meer te zien, inclusief mijn moeder. Nee. Maya slaapt een tijdje bij mij tot ze een nieuwe kamer heeft. Huh? Oh, goed nou. Plan. Nee, niet op die manier. Oh. Guys, you get a room. Kom op. Op Sef. Op Sef. Sef van 6 VWO. Voor wat is dit? Waar heb je dit gekocht? Wij gaan naar een feestje. Oh, leuk. Waar? Private party. Oké, okay, veel plezier. Eind goed, al goed. Tande. Yeah.